Daar staan we met de grid van race 2 in Marrakesh. Met Tom Coronel in zijn Royal Chevrolet op de polepositie, de groene vlag. En nog even, dan gaan we starten. En we hopen op een goede start voor Tom. Naast hem Mehdi Benani in de Honda. We zijn weg. Tom Coronel is weggekomen. Meteen aangevallen door Mehdi Benani. Dat had iets beter gekund voor Tom. Maar heeft toch de leiding te pakken. Zo te zien. Oh nee, de muur aangetikt door Benani. Dan schiet hij naar de overkant. Oh, 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 oh. Wat een brokken voor Coronel. En ook Muller is geraakt. Kijk eens naar die Chevrolet van Tom. Oh, oh, oh. Rampzalig. Wat deed Benani daar? Die begon te tikken. Mehdi Benani zijn voorbumper kwijt. Dat is het teken dat hij aan het tikken was met Coronel. En Muller heeft toch schade opgelopen. En het weekend, volgende weekend, of de volgende afspraak met het WTCC is al volgend weekend in Paul Ricard. Dat wordt nu een race tegen de tijd om de auto van Tom klaar te krijgen voor volgend weekend. Mijn god, mijn god, mijn god. Wat heeft onze vriend daar uit Marokko zitten uitvreten na de start. Het was niet echt goed in beeld. Ik hoop dat ze in de regiewagen de onboards hebben. Mijn god, wat een schade aan de auto van Tom. Voor, achter, eerst links de muur en dan schoot hij naar de overkant. Echtgenote van Tom met de tranen in de ogen. Nog eens kijken. Hij was niet super goed weg, maar had toch de kop. Gaat dan richting Benani en dan begint Benani te tikken. En hup, dan gebeurt het. Hier de muur in en dan schiet hij naar de overkant. Paf, wat een impact. Helemaal rond. Hij deed het ook al in de eerste free practice. Daar was Benani aan het duwen. Tja, mijn god. En Muller erop. Ivan Muller. De enige Citroën met schade. Ja, hij krijgt er nog een klap mee. Tom Coronel van Ivan Muller. Safety car procedure, maar geen rode vlag zo te zien. Ja, de tweede race heeft hoeveel? 100 meter geduurd. Hier begint het. Kijk, tikken, tikken, tikken. Het is niet dat Benani ernaast zit. Nee, hij pakt hem op de hoek. Mehdi Benani. Hij pakt hem op de hoek. Hij zat er niet naast. Dat was duidelijk uit die beelden. De Formule 1 hebben ze nu een licentie met strafpunten. Kijk eens wat rampzalige toestand voor Tom Coronel. Safety car, veld aangevoerd door de nieuwe Alfa Romeo reporter in de buurt. 4C. Tom, rustig blijven. U bent live op televisie. Yep, so down on the pit lane here with Tom. Not what you wanted. It's the worst I think can happen. Especially because it was quite reasonable. Everything felt fine. There was a soft touch of Mehdi. But then he just kept pushing. He just kept pushing all the time. So probably a little bit hot here for his weekend here with the Moroccan people. But yeah. It looked like there was just a very, very small overlap. Yeah, it was one soft touch, but then he kept pushing. It was one soft one, but then he did not avoid an accident, you know? So yeah, that was it. This is not good because, you know, next week is it's the next race and it doesn't seem really, really well. It's the worst what can happen. And there'll be no possibility for you to race next week? Nah, I don't give any comment on that. I mean, we have a strong team, we have good people, but it doesn't seem really really nice for myself. No, no, it seems really bad. Thank you, Tom. Nou, ze gaan een nieuwe bodyshell moeten laten komen. Wat is de schade aan de motor ook van Tom Coronel? En inderdaad, volgend weekend racen we al in Le Castellet, Paul Ricard. Tjonge, jonge, jonge. Ze gaan bijzonder hard moeten werken bij Royal. Ze gaan het goed moeten organiseren. En dan Mehdi Benani. Sorry voor het woord, maar het is een absolute rotstreek van Benani. Oké, de man staat onder druk voor eigen publiek, maar dit is geen rubbing meer. Dit was een rotstreek. Yeah, Mehdi Benani, Tom Coronel saying that it's a bit too hot on the grid here, that you just kept pushing him. What is your story from your situation? I go in my straight line. I go straight away.
And he comes to me. The first time when I see him coming, I tell, no, Tom, because he's my friend also. We have to be fair between us. And he comes to me the first time. I said, okay. So he gave me little space between the wall and the street. I try to keep it. Because nee, Tom, hou hem weg van de auto van Ben Ali. Everybody will push me or push me out. So you give me the little space. I stay in my little space, Tom. And I tell, no, I do like this. It felt to me like you keep pushing. That's how it felt to me. Never. You can see it. And Tom, you are my friend. I never do it. I know. I was crying because it's you. Sorry. Big misunderstanding. I was like this and I release. You push. What I do? Ja, die barst van de emoties, Benani. Zijn race is om zeep hoor. Hij zal het helemaal verknoeien bij de tweede start zo meteen. Al is het dan een start achter de safety car, heeft nog dat geluk. Ik was aan het wenen, zegt hij. Je bent een vriend. Maar... zo blijven duwen. En hij zat er dus niet naast. Kijk, het is op de hoek. Hè. Het is op de hoek. Dat is niet echt op de hoek. Het is echt nog op de achterpunter.